Zo, lieve vrienden, ja, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Pinksterbol. Nog niet. Schreven weer voor die hele kleine vliegjes rond. En dat irriteert me. Maar in ieder geval, zoals ik al zei, welkom. Het is vandaag woensdag. Het is de 4/9/2024 en we leven alweer reeds om 7 minuten over 3. Ik ga zo de hondjes weer even uitlaten. Ze zijn al een aantal keren weer in de tuin geweest. Ik heb alweer een was draaien, etcetera. Ik blijf bezig. Ja, het is nou een was van mezelf, de keukenwas. Handdoeken, theedoeken, aanrechtdoekjes, noem maar op. Dat draait nu. En als dat weer klaar is, dan gaat er weer een babywas erin. Dus ja. Kan de wereld aan babyspullen, mensen. Kanonnen, ja. Dus komt er allemaal goed. En dus, ja. We wachten het allemaal maar af hoe je er wat is, wat je wilt hebben. En wat je niet wilt hebben, dat laat ze maar leggen. En dat verkoop ik desnoods weer. Krijg ik ook weer een klein zakcentje erbij. Ja, toch? Ja. En voor iemand die helemaal niks te maken heeft, nou ja, dan doe ik ook nog even zo. Maar mensen die geld hebben, die kunnen best wel even wat betalen, dacht ik zo. Het hoeft niet zoveel te zijn, als het maar wat geven, weet je, dat ik toch weer een zakcentje erbij heb. Ja, want de zon die komt op voor niks, de maan die komt op voor niks. Maar ik moet ook eten, et cetera. Dus ja, een beetje extra geld kan geen kwaad. Ja, zo bedoel ik. Hé, dametjes van het goede leven, we gaan zo meteen lekker lopen. Ja, en morgen moet ik weer tijd eraf. Daarom, ik had nou ook hoofdpijn, onweershoofdpijn, maar onweer komt niet en onweershoofdpijn is trouwens ook weer over. Ik weet ook niet of we nog verder regen krijgen. Het is wel de hele ochtend zo wordt onderhaalklap aan het regenen geweest. En we gaan dus even koekeloeren. Ja, komt er maar. Nou, daar blijft het droog. Dat is het weer van RTL4, et cetera. Dan gaan we die andere pakken. En die heeft ook niks. Nou, en het schijnt 20 graden te zijn. Op mijn telefoon staat 21 trouwens. Nee, 20. Dus ik doe wel een vestje aan. Ja. En ik heb weer mijn broek aan met al die kleuren erin. Paars, roze, geel, bruin, beige. Dat zonkleur wat ik nou aan heb. Zit er allemaal in. Ja. Dus dat dus. Ja. Helemaal weer blij mee. Ik wel. Dat, maar in ieder geval, morgen, dan hoop ik dat het beter weer is, dat ik een jurk aan kan weer. Ja. Ik ben toch meer een jurkenmens dan een broekenmens. Maar je moet toch broeken hebben met dat slechte weer, dat je regenpak of wat dan ook aan kan, weet je. Ja. En dat gaat met die jurk 1, 2, 3 niet. Ja, dan moet je weer een mantel hebben. En daar moet ik ook nog eigenlijk voor gaan. Ja, een goede mantel. Maar die kost ook €200 hierbij. Ah, ja, hoe die nou heet. Het was vroeger Halvert, maar hij heet nou anders. Hij heeft zijn eigen naam erbij. En dan, ja, in het Engels fietsen weet ik veel. Ik ga graag naar hem toe, maar qua jassen, nou ja, is die schreeuwend duur. Ja, dat bedoel ik dus. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles en geniet er gewoon weer een beetje mee. Ik heb het eigenlijk druk, ik moet eigenlijk
proberen in ieder geval die blauwe bak naar beneden zien te krijgen. Daar zit babywas goed in. En dat uitzoeken. Wat, ik denk van nou, dat wil ze toch niet hebben. Dat pleur ik weer in een zak. En ja, dat kan ik dan weer eventjes opruimen. En wat ik denk, dat wil ze wel hebben, dat vouw ik keurig op. En als ik setjes vind, dat bij elkaar, weet je, dat ik het netjes heb voor haar. Ja, kan ze het zo in een kast leggen? Ja, dat doen we gewoon. Hé? Ja, nou, ja, zeg maar. Dus ja, dat dus. En we gaan er gewoon er tegenaan. We gaan gewoon genieten. En het komt allemaal wel goed. Mag ik hopen? Ja, toch? Ja. Ik heb nou deze oorbellen in. Rode. Zit ook in mijn broek rood. Dus ja, dat dus. Ik doe weer eens even wat anders. Ja. Mag wel een hek zijn, maar ik hoef toch niet altijd heksenoorbellen erin te hebben. Nee, niet altijd nodig. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet en geniet een beetje mee. Tot later! Dat is een heel raar bootje. En dat heeft een of andere grijp gevallen. En dat haalt van alles en nog wat naar boven. En dat drijft nou daar op het water, op het ene troost. Maar dat zijn planten en dat woekert de hele bodem van de gracht en daar stikken de vissen in. Tenminste, zover ik weet, want als het laag water is, en dat kun je bij die betonnen rand altijd zien, dan kennen daar de ratten eronder door en kuikentjes en alles, even zien waar ik ben, daar. En het is nou niet laag, maar met laag water, dan zie je die planten, zie je gewoon. Dus dat is gewoon niet fijn meer. En het schijnt een plantje te wezen uit het buitenland overgekomen, maar het wordt veel gebruikt in aquariums. Maar dat woekert alles kapot. Ja. Dus dat dus. Maar in ieder geval. Dat blauwe bootje. En die kraan die hoort erbij, want daar hangt ook allemaal drek troep aan. Ja. Maar ja, ze waren bezig en dan gaan ze aan de wal. Dat vind ik niet leuk. Nee. Maar ja, niks aan te doen. Wij gaan weer verder de ronde doen. Dus dat dus. Ja, en ook daar zijn ze bezig. Dus wat ze allemaal precies doen, ja, schoonmaken heb ik het idee. Maar hoe en wat, ik weet het allemaal niet. Geen verstand van. En wat, ja. We merken het wel. Het gaat niet om die eendenkroost. Kijk, daar hoor. Dan, aha. Dat gaat allemaal nou die kant op, die troep. Ook en dat wordt daar weer tegengehouden of zo. En die zien een hondje daar aan de overkant. Eendenkroost, dat is niet erg. Maar ja, oké, het haalt ook de zuurstof voor de vissen weg, hè. Ja, het gaat meer om, denk ik, om die plantentroep ook. Want het lag er net helemaal stil dat ik de andere kant op liep. En dan ben ik eigenlijk weer op weg naar huis. En dan zie je dit allemaal weer. Er zit nou stroming in. Het lag er net echt helemaal doodstil.
Ja, en dan moet ik ze even vasthouden, want er komt nou weer een hondje aan. Nee, jullie blijven hier. Er komt een heel klein lief hondje aan. Hoi. Kijk, om dat kleine drummetje piepen de twee. Maar in ieder geval, ja. Dat houdt al die groene troep die er bovenop legt tegen. Nou ja, ik ben benieuwd hoe het er maar straks eruit zal zien, hè. Weet je nou dat ze in ieder geval aan het schoonmaken zijn op enzovoort. Maar dit is geen blauwalg, want blauwalg dat stinkt, lieve mensen. De gijs wordt over je nek. En je ruikt nou niks. Dus ja, dat dus. Het wordt allemaal daar al tegengehouden nu. Nou ja, in ieder geval, we gaan weer verder naar huis, want ik heb meer te doen dan niks. Ja, zoals babykleding opvouwen. Ook dat moet ik doen. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, had ik gisteren nieuwe lampjes gehaald. Maar hij deed het, hè? Hij deed het. Ik doe de koelkast dicht. Later, weet ik veel hoeveel later, moest ik erheen wezen. Oh ja, om drinken te pakken was dat. Mijn eigen gemaakte sappie. Toen was het uit. Ik denk, hoe kan je dat nou? Ik heb hem er maar weer uitgehaald. Ik denk, ja, ik zie dat niet of het kapot is, ja of dan nee. Dus ja, ik heb hem er maar neergelegen daar. Maar ik heb niet de nieuwe erin durven te doen. De tweede, want ik had dus een nieuwe erin, hè. Gisteren heb ik een nieuwe erin gedraaid. Hij doet het. Later wil ik drinken pakken. En toen was het uit. Goed dan, ik heb een nieuwe erin. Ik heb hem maar weer uitgedraaid, maar niet weer een nieuwe erin gedaan. Want ja. En toch heb ik gekeken of ze allebei identiek zijn. Oké, die fitting, hoe heet dat? Dat is andere kleur. Dat is zilverkleur. Van de oude, van hele oude, was het goudkleur. Nou, die oude die heb, ik weet niet hoe lang erin gezeten. Vanaf het begin, laat maar zeggen. Dus ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Volgens mij is, ik weet het echt niet. Nee, ik wil zeggen volgens mij, maar ik weet niet. Ik zou het niet weten. Nee. Dus hoe ze de wat is, ik dan maar geen liggie erin. Maar hij doet het verder nog wel, de koelkast. Dus ja, laat hem nou nog maar even een tijdje meedraaien, dan zonder lampie. En dan moet ik daar maar voor sparen voor een nieuwe koelkast. Ja, en dan ook weer een combi, hè. Ja, en dan, ja. Ik had deze al met mijn mannetje, hè. Hebben we samen nog gekocht. Hij had een koelkast met een klein vriesvakje, gewoon een tafelmodel. Oh. En ik had dan wel een diepvrieskast, kist, ook tafelmodel. Die is toen de schuur in gegaan, maar je wil ook graag wat in je huis hebben. Dat je 's winters sowieso niet om de havenklap, als je wat nodig hebt uit je vriezer, dat je daar naartoe moet. Dus ik wil wel weer een lekkere combi tegelijkertijd. Ik ga ook kijken wat die kringen kosten. En even naar mijn maatje hier in de stad, want die verkoopt ook koelkasten, ook combinaties. Nou ja, dan moet ik toch voor een nieuwe gaan. Nou ja, misschien ander jaar. Ja, toch? En ja, de vloer, ja, dat moet ook. Ik ga voor dat ding sparen. Ik ga zien wat het kost.
En voor de vloer, ja, moet ik ook sparen. Maar dan moet ik even zien wat het, als ik het van Mary al niet krijg, dan ga ik toch zo doen van, ga ik naar Gamma en naar Praxis kijken wat het daar kost. Met ondervloer, uiteraard. En dan hou ik het op 35 vierkante meter, want dat is ooit uitgerekend dat het 35 vierkante meter was. En anders vraag ik aan iemand van, kun je het even voor mij opmeten, want kijk eens even ongeveer wat ik moet hebben. Dat dus. Maar nou, heb ik even dat kleine beetje vaatwas daar neergezet. En dat is allemaal schoon. En hier ook kinderkleertjes, babykleertjes en daar de bak. Daar gaat er in ieder geval al wat schoon is en opgevouwen is in. En ja, we gaan naar de gang. Ik neem jullie even mee naar de andere kant. Zo. En dan zet ik jullie daar neer en dan ga ik eerst met mijn stoel omhoog, anders kan ik twee keer niet beginnen. Ik krijg een AB bij mijn stoel en dan gaan we omhoog. Ja, het maakt een klein beetje herrie, maar dat is logisch, hè. Zo. En dan hangen we hem er weer bij neer. Ook voor die stoel moet ik nodig bellen, want mijn rendi is kadoek, etc. Kijk, dit is een... hoe heet deze luier ook alweer? Het is niet flanel. En het is ook niet hydrofiel, want hydrofiel, dat zijn die kleine... Kleine... Ja, toe, help. Die kleine vierkantjes, toch? Ik weet het niet eens meer. Maar dit is een luier. En het wordt niet gestreken. Want dat is niet goed. Dan wordt het ruw. Ja, dan wordt het ruw. Maar ja. Hoppa. Ik praat te veel. Dus we gaan even wat anders doen. Rijka en Elwing. Rijka en Elwing. Oh, zo lief.
Dat is een sokkie. Echt naturel voor een jongen en een meisje. Hè. Ook zelfs blauw kan een meisje ook aan. Kijk naar mij. We zien wel hoor wat het worden gaat. We merken het wel. Doe nou eventjes goed. En de een is klein behuisd, de ander is groot behuisd en een grote, veel ruimte. Dit is een truitje. Dit is weer ondergoed, dat is ondergoed. Dus voilà. En deze is helemaal wit. Zo, om en om. Valt het ook niet om. Voilà. Nou kijk eens, een heel leuk pakje, maar dan is die al groter. Of is het al groter, moet ik zeggen. Drukknopjes daar, oh, makkelijk te verschonen. Dit is een pakje. Eigenlijk. En wat hebben we hier? Een badjas. Nou, kijk eens aan. Dat kan gelijk onderop. Dan moet die ook even dicht. Moet er zijn deur bij zitten, maar waar die is, Joost mag het weten. Nog een sokkie. Sokjes even daar neerleggen. Maar waar die zijn deur is, dat weet ik nog niet. Die moet er wel ergens wezen, want... dat doen. Niet zo klein opvouwen, want ik moet op de onderkant. Zo. Dan zet ik die gelijk even erin. Kijk of dat lukt. Ja, zie je? Dat ik heb hem op de bodem. Ja, dan moet ik, kijk, een boxpakje. Leuk. Ja, vrouwtje komt zo bij je.
had dus een pakje. En dan moet ik eerst even de kandel binnenlaten, maar de deur moet eerst dicht. Dus rijker binnenkomen. Ja, binnenkomen. Want dan wil er eentje ook naar binnen. Ja. Zo, het haakje. Het haakje op het haakje. Op het haakje op het haakje. Vrouwtje komt. Komt er maar. Ja. 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 En ik heb nou twee dezelfde sokjes, dus die kunnen in elkaar. En toen ik heb het boordje erin. En dan het twee voetjes en dan ziet ze dat er twee sokjes zijn. En dat het een setje is. Toch? Ja. Dat dus. Dat leggen we daar maar even neer. Nou, gaan we weer verder. Nou, kijk dan. Ik vind dit zo leuk allemaal. Ja, kind. Ook ondergoed. Ja. Dan ik weer even kijken hier al, even zien. Die is weer groter. Omdraaien. Waarom draai ik het om? Anders valt het om. Dus om en om. Dat is weer een heel kleintje. 100% baby. Het is nog een dure noop, van prenatal. Die drukketjes even los zien te krijgen. Kan ik het beter opvouwen. Het is echt een kleintje hoor. Waar staat die maat dan? 50, 56. Oh godje, godje. Het is zelf nog aangehad. Kun je nagaan. Die is weer kleiner, geloof ik. Ja, dit is ook een 56. Ja, ongeveer dezelfde maat. Zo. Dat is ook een 50, 56. Gosje, dikje, wat leuk, mensen. Oh, nog een sokje. En nog een sokje. Dat is een witte. Hier zit de... dingetjes op, figuurtjes. Nog een broekie. Ja, ze zal wel, denk ik, merken dat er hier en daar een nieuw elastiek in moet. Maar het is schoon. Dus, oh, kijk. Oh, het is een broekje met voetjes eraan. Aha. Dan kan ik het niet zo opvouwen zoals ik wou. Er zitten voetjes aan. Leuk. Toch, leuk. Moet dus een los truitje of bloesje of wat dan ook bij aan. Oh, container wordt opgehaald. Ja, ik moet mijn container ook nog ophalen. Maar daar kon ik niet bij. Kijk, hier is die centuur. Mooi. Gaan we die er even in doen. Ja, die doen we bij in, zo, hoppa, nog zo eigenlijk een boxpakje, ook naturel kleur, wat leuk mensen,
Ik vind het echt zo lief allemaal weer. Zo leuk. Och, och, och. Ja, echt leuk. Die moet omdraaien. Dan moet ik even zien welke groter is. Dat is die dus. En dan heb ik hier nog zo'n een lauwe pakje. Nee, een bokspakje. Met een olifantje erop. Wat lief. Ja, echt. Ik vind het geweldig om dit weer even door mijn handen te hebben, hè? Ja. En zien jullie het al voor jullie? Ik als oma. Ja, echt. Echt. Hop. En ik heb hier weer een luier. Gerstekorrelluier is dit. Nou weet ik het weer. Een gerstekorrelluier. Die had ik altijd op de aankleedkussen. Eerst een handdoek. Dan lag die in als lag die zo over de over die handdoek weer heen op de aankleedkussen. En daar lag weer een hydrofiel luier op. En daar droogde ik ze mee af, want dat was lekker zacht. Geen ruwe handdoeken of wat dan ook. Nee, dat moet je niet willen. Niet bij van die kleine kindertjes. Nee. Dan worden ze zo. Dat doet het zeer. Zo. En ook niet strijken, niet goed. Strijk maar met je handen. En hier ook ben ik nou ook kreukels eraan het wegtoveren. En dan vouw je het gelijk ook op. Zo. En dan ga ik naar deze kant. Zo. Hoppa. Zo. Hoppa. En die gaat daar weer bovenop. Dan heb je zo'n broekie. Ik zal die broekjes eens even apart doen, want dat is een broekie. Dit is ook een broekie. Maatje 56, oh gosje dinges. Oh, wat pittig allemaal. Dus morgenmiddag 12 uur staat ze voor mijn neus. Nee, die moet zo. Hoppa. Hoppa. En die gaat zo. Hoppa. Wat is dit? Oeh, wat lief. Ik moet ook een olifant voorstellen. Jo, wat lief allemaal mensen. Oh, wat schattig, wat schattig. Ik vind dat zo lief allemaal. Dat is ook een bokspakje. Ja, wij noemen dat bokspakjes. Althans, vervroeger uit. Hoe het nou heet, weet ik niet. Dit is weer kleiner, ik kan even zien.
Hup, die moet zo, dan moet die weer zo. Dan moet die weer zo. En dan kan die daar weer op. Wat is dit? Ook een broekje. Maar daar was het elastiek van Kaduko. Nou. Gaan ze zelf wel doen. Die leggen we dan even apart. Het is een pyjama broekje. Daarom zeg ik, leggen we die even apart. En dan... En dan gewoon... Oh kijk, Adi is zo. Ik zag twee beren broodjes smeren. Oh, dat was een wonder. Wat een wonder. Je weet, ik veel. Ik zing nooit geen kinderliedjes meer. Ik mag ze wel weer gaan leren. Die kan daar weer naartoe. Die moet hier alweer bij. Zo. En dan weer. Zo. Jeuk. En nog weer een sokkie. En daar heb ik er nog eentje van. Gaat ook de boordjes even in elkaar. Hup. Zo. Doe dan. Wees niet zo eigenwijs. Kindersok, babysokjes die eigenwijs zijn. Ja, kan dat? Ach ja, alles kan tegenwoordig. Daarbij. Zo. Oh, baby. Oh, dat ken ook allebei. Het is roze, paars, geel. Dat ken ook voor allebei. Het zit toch ook onder de kleding. Tje. Ja. We hebben weer koeken. Wat maat is dat? Staat het er nog in? Nee, niet meer te lezen. Hij is wel wat groter dan de bovenste. Ja. Ja. Moet ik weer even slotje draaien hier zo. Leuk, ja. Nog zo'n klein ukkie-pukkie. Van de HEMA, 50-56. Zo schattig. Zo lief. Binnenste baalte. Nou, ga goed. Weer iets wat eigenwijs is. Klein gevalletje. Nog een sokkie. Die had ik nog niet. Dat is met grijs. Nog een sokkie. Dat is die, geloof ik. Ja. Maar. Sokkie setje.
dat doe ik even zo. Ook een setje. Ja, ja, die had ik ook al. Ook een setje. Ja, daarbij in. Hoppa. Ik zal het daar even neerleggen. Gewoon bij jullie. Zo. Oh, zo lief. Nou, naturel, hè? Geel kan wel bij een jongen zo bij een meisje. Ja, echt waar. Oh, wacht even. Hop. Komt dan. Ja, en waarom vouw ik het ook ultra klein op? Moet wel in die bak passen. Jo. Hi kind. En weer een broekie met voetjes. Even kijken. Die zo. En die zo. Een slappetje. En komt, ja. Kijk, ook al de hek om de sloop heen, ja. Spuugdoekje gebruikt en ik hem, want er zit niet een touwtje meer aan. Om vast te binden. Dus. Dat dus. Nog iets geels. De maat is dat ook voor de hemel, 62-68. Goh, Hema, ik maak er reclame voor je en ik word niet eens niet betaald hoor je. Je ook dat nog. Hoi kereltje, wat kwam jij doen? Zo. Die moet wel even wat groter, want anders wordt hij te dik. Zo. Hoppa. Dat was een setje, geloof ik. Nee, toch niet? Nee, dit is, dat hoort dat ik vast. Dat zometeen even. Dit is wel een heel kostuum. Laat ik jullie even zien. Veel te leuk.
Moet ik deze hebben. Dit is een broekje, ja. Ik dacht dat ik hier ook nog wat bij had, dus die hang ik even daar neer. En dit is weer een ondergoed. Best Friends. Oh, lief. Best Friends. Ook wel een maatje, 6 of 5, maar heel ander stof. Hoppa. Zo. Weer een spuugdoekje. Dat moet ik ook hebben, hè. Hoppa. Ja, kind. Oh, wat lief. Ik kan het niet lezen. Ja. Maar dat zo. Dan moet je weer draaien. En dan heb ik hier een, nou ja, laat als het een jongetje wordt kind dat werken, hè. Een overalletje, ga je, tuinbroek. Ja, in de tuin, in de tuin. Oh, daar is het, zo fijn. Hoppa, daar hebben we zo'n draadje. Hé, hey, ja joh. Ook nog buizen erin. Gek beestje. Nou, dat hoeft ook niet vast. Eén kant is vast. Nou, gaan we hem zo neerleggen. Ja. Nou, ik moet even. Hoe vouwde ik dat altijd op? En waarom wil dat niet? Draaien zo. En dat moet ook goed. Jullie even opschuiven. Zo. Ja, morgen brengen en overmorgen halen. Ik vind het allemaal geweldig. Mijn stoel gaat onder mijn kont weg. Moet maar niet. Nee. Ik weet niet meer hoe ik deze opvouwde. Misschien hing die ook wel van. Kan net zo goed. Ik doe het zo maar.
Ik doe dat bij de broek. Zo. Kijk hier, nou dat kerel weg. Dat is zo ontzettend dun, daar kan ik alles doorheen zien. Dat hebben ze zelf ook nog aan gehad. Jullie wel bekend, hè, die streepjes. Ja. Nou, er moet ook nieuwe elastiek in. Als ik hem al wel leuk vind. Voor de zomer. Hoppa. Nou ja, hier zitten ook alle kleuren in. Roze achterom, daar zitten alle kleuren in. Ook voor een jongen. En dan ziet ze ook maar wat ze daarmee wilt. Houden of een feestje bouwen naar een ander toe. Ja, toch. Het zal me een worst wezen. Hoppa, hoppa. En zo. Ja, kind. Dat moet een pyjama wezen. Ja, en ook dat weet ik niet of ik die compleet heb. Nou, dat is een meisjesschort. Ondanks dat er blauw in zit. Want ja, met de kantje de zieke jongen niet meelopen. Nee. Hop. En die vindt ze ook niet mooi, dat weet ik nou al. Dit is ook eigenlijk specifiek voor een meisje, maar het zit onder de kleding, zeg maar. En het is al een hemdje zonder een broekje. Wat voor maat? Zie ik je niet eens niet opstaan. Oh jawel, 104 en 116. Nou, dan zijn ze al even wat groter, hè? Ja, dat dus. Nou, leg ik dat daar wel neer. Kijk, een luiertruitje. Daar zat ik al op te wachten. En dat moet met veiligheidsspelden vastgemaakt worden. Ja, wat gaan we doen, kind? Ja, luiertruitjes, oh wat leuk. Dat hadden ze vaak aan onder de bokspakjes. Ja, echt. Onder de bokspakjes. Weer een sokkie. Die had ik ook nog niet. Nog een sokkie. Die kan ik niet eens meer opvouwen op het aanrecht. Hoppa.
Zo. Zo. Voilà. Daar er weer even heen. En dan gaat die nou, nog te breed. Ja, wat wou jij weer? Wil je die kant op? Nou, dat past. Dat zou wel liefst. Ja hoor, ja. Hoi. Ja, echt waar. Zo. Nou, de tas die schiet op. Wat is dit? Dat is ook meer meisjesachtig. Maar ja. Ik weet het niet. Dat is ook een broek. Ja, eerst een sokjes. Dat hoort ook bij elkaar. Dan hebben ze daar twee paar van. Ziet ik. Ja. Dat klopt. Dat is helemaal correct. En ik heb die groene hek nou ook bij elkaar. Want daar ligt er ook een. Een groen streepje. Groen streepje. En hier ook een groen streepje. Ja. Ja. Zo. Hoppa. Nee. Hoort het bij elkaar? Ja? Nee, niet waar. Want hier zit een stikketje op. En daar weer niet op. Die blauwe heb ik ook. En die grijze heb ik ook. Zo. Hoppa. Naar die grijze. Dan heb ik nog drie eenlingen. Nou, dat komt zo denk ik wel te vinden. Zo. Hoppa. Voilà. Mooi. Nou, dan gaan we weer verder. Als het wil hebben is vraag 2. Lila, dat geef je 1, 2, 3 niet aan een jongen. Nee. Maar ja, wie ben ik? Ja, toch? We zijn niet allemaal eender. Maar ja, er zijn ook mannen die lila dragen en paars dragen. Dus ja, hoe en wat, waarom? Hoppa, nee, ik doe dat toch even anders. Ja, ik doe dat toch even. Waarom ga jij er weer in? Kat je eruit? Zo. Zo. Nou, hoppa. Hoppa. Hoppa.
Ja. Dat is ook een schatje. Ja. Nee. Zo. Ook een broek. Dit wat, nee, dit zijn met sokjes. Een sloopie. Gewoon een sloopje ook. Ik had meende dat ik er net ook al een sloopje had, maar dan weet ik al niet meer waar ik die neer heb gelegen. Of hij hangt daar overheen, kan ook nog. Ook een leuke truitje, die is wel natuurlijk voor meisjes en jongens. Oh, ik heb dat verkeerd liggen. Maar dat gaat niet. Dan wordt het echt wat groter, hè? Ja, dan wordt het echt al wat groter, zoals ik al zeg. Nog weer een luiertruitje. Daar zit wel een touwtje bij aan. Maar die moet mezelf aan de knoop zien te krijgen. En dat lukte wel. En de rest moet met veiligheidsspelden. Weer een spuugdoekie. Die is ook helemaal vergeeld. Krijg ze ook niet meer. Hier. Leuk, hè? Ja, echt. Zo leuk. Zoals mijn kopplaat ligt al vol. Oh, hier ligt het. Nee, niet waar. Dat leg ik daar net neer. Ah ja, nou, het zal. Maar een worst wezen. Even bijdraaien. €50,56. Even kijken, die moet dan zo. Nee, wacht even. Nee. Hop. Moet dit weer gedraaid worden, zo. Ook weer een sloop.
Dat wil niet wat ik wil. Doen het zelf. Zo. Nou. Die krijgt ze ook nog niet. Dat is een jurkje. En die heeft ze zelf ook nog aan. Ja, voor die rit, nou die mag wel uitgetornd worden en een nieuwe erin, want ja, hoe dan? Die rit is helemaal raar. Dus die leg ik even daar neer, het jurkje zelf is nog helemaal prima in orde. Maatje 92. Allemaal tele tubbies. Jo, allemaal tele tubbies. Allemaal tele tubbies. Goed, leuk omdat het kan. Die katje eraan gehad. Ja. Wat ze ermee doet, moet ze helemaal zelf weten. Nog een kruipakje. Maar in ieder geval, we zijn er bijna. Ik moet hier dit nog en leg nog twee dingen in de tas. Dit moet ik nog en dat moet ik nog. Dus ik doe jullie even uit en als ik het in de bak heb gedaan, dan laat ik het jullie weer even zien. Dus geniet en tot later. Nou, dat is dat bootje waar ze vanmiddag mee bezig waren. En dan zie je de troep er al wel voor op leggen. Ja, daar waren ze dus vanmiddag mee bezig. En bij de andere brug hadden ze dat rode ding, weet ik van wat het wat mocht zijn. Hadden ze daar gehangen. Maar het is een en al groen, maar het stinkt niet. Dus nogmaals, het is geen blauwalg, maar gewoon eendenkroost. Of hoe je dat ook jullie mogen noemen, ik weet het allemaal niet. Maar wij noemen het eendenkroost. Ja. En dus. Maar dat is dat gekke bootje dus. Ja. Dat dus. Maar we gaan verder. Ja. Er is nog een hoop te doen. Want mijn computer die heeft keuren. Ik heb momenteel geen vlog in elkaar zetten. Dus dan weten jullie dat eventjes al zo vast. Ja. Dames, die leggen lekker te slapen. Maar ik ben blij. Want het terras is weer leeg qua troep. Ja. Mario is geweest. Patrick is geweest. En die hebben het voor me mooi buiten gezet. Maar ik ben ook verdrietig. Oh, hé. Hey. Oh. Er is weer beweging in de brouwerij. Oké. Okay. Ja. Top. Want ik kan geen vlogs in elkaar zetten. Want die map wil niet open. Want die harde schijf die in de computer zit, die laat zich niet zien. Dus ja. We wachten af. Want Roderick is er dus mee bezig. Ja, dat ik hoop dat het hem lukken wil. En want anders kan ik geen vlogs in elkaar zetten voor mezelf. En voor Karin. En ben ik nog meerdere dingen kwijt. Dus ja. Kunt
U, window, Windows, X, intikken. Ja, dat gaan we doen. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, helaas heb ik nog steeds geen vlog in elkaar kunnen zetten. Reden, ik kan niet in een map komen. Ik heb me met medewerking van Roderick heb ik de harde schijf eruit gehaald. Met la en al, uiteraard. Maar nou krijg ik hem niet uit de la. En we hebben gezocht en gekeken en gedaan, et cetera. Maar ik krijg hem niet uit die la vandaan. Hij moet, die la die krijg je er zo uit halen. Maar dan moet je hem ook nog uit die la doen en om een andere schijf erin te kunnen doen. Maar dat gaat drie keer niet. Nee. Dus ik heb hem er maar weer even ingeplant en weer gedaan zoals het was. Maar kan er dus natuurlijk nog steeds er niet in komen. Dus bij mijn vlogs, de filmpjes die ik afgelopen weekend heb overgezet op de computer, ben ik momenteel kwijt. En misschien blijven die ook weg. Ik weet er niks van. Dat het niet meer gerepareerd kan worden. Dan ben ik ook de filmpjes van Karen momenteel kwijt. Maar die heeft nog op haar eigen computer staan. Maar dat van mij ben ik dan helaas kwijt. Dus dan moet ik weer een nieuwe start gaan maken. En de boel even verhuizen, et cetera. En naar een andere map toe. En ja, ik weet het allemaal niet hoe ze in de watterst. Nou is die ook nog niet eens niet aanwezig. Nee, die is niet aanwezig. Ja, natuurlijk hoor ik nou helemaal geen geluid. Want dat ding dat staat zacht. Dat is, moet ik die hebben. Oh, wat een toestanden, mensen. Ik hoor helemaal niks. En die uit. Eventjes kijken, hoor. Want het gaat allemaal raar. Nou hoor ik hem. Daarnet hoorde ik hem niet. Hij zat er niet goed in. Ook die staat niet goed. Zo. Nou hoop ik dat hij straks wel online komt. We zullen het beleven. Ik heb een zandlopertje, dus ja. Maar in ieder geval, ja, daar baal ik enorm van. Alles komt tegelijk. Ja, als een ding een stuk gaat, heb je meestal dat alles tegelijk op elkaar komt. Dat gaat stuk en dat gaat stuk. En dan loop je met je handen in je haar van ja, hoe dan? Waarom dan? Maar ja, het gebeurt nog eenmaal. Kan er ook niks aan doen. Hij komt nog niet. Ik start gewoon even weer op, helemaal opnieuw op. En ik moet er ook morgen bij tijds eruit. Want in plaats van de 12 uur de invalster huishoudelijke hulp komt, nog een uur eerder. Dus moet ik ook nog weer eerder eruit. Want die meisjes moeten er ook uit. En anders doe ik gewoon die meisjes, ook al niet zij er is. Ik kan er niks aan doen. Ja. Gewoon simpel. Zat. Ja. Ik baal enorm. Echt. Moet ik morgen met die harde schijf, moet ik zoeken naar een winkel die hem eruit kan halen. Gratis vanop. En dan een klein bedragje. En dan moet die andere schijf die in de broodrooster zit, ja ik noem dat een broodrooster, moet erin. En dan moet die in de computer. Ja, dat dus. Ja, die brommen doe je altijd. Hij moet ook nodig schoongemaakt worden. En ook dat durf ik niet, hè. Nee, dat schoonmaken. Deze wat, dat ding, nou. En dat deed mijn mannetje vroeger altijd, hè.
Ja, 1 à 2 keer in het jaar. Het lag eraan. Hoe is het? Wat is dit mannetje? Maar ja, nou, Roderick komt niet eventjes uit Den Haag overvliegen van ik doe het al, moeders. Nee. Maar ja, we merken het wel. We zullen het wel beleven. Ja, toch? Maar oké. We gaan gewoon verder en ik ga nog eventjes wat doen voor mezelf. Dan geen vlog. Ja, we wachten het af totdat ik hoop dat hij weer aan de praat kan komen. Ja, dat we hem weer aan de praat krijgen. Laat ik het zo zeggen. Maar in ieder geval, we zien het wel. En Margriet Koorts ken ik niet. Maar in ieder geval, ja, lieve vrienden, ik wens jullie ook zo vast allemaal een welterusten toe en een lekker slapen met mooie dromen. Uiteraard morgen ook weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het allemaal, God die houdt over ons de wacht. En daarom zeg ik gewoon ook graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!